Ja, welkom bij deel 2 over de beperkingen van het gezichtsvermogen. YouTube laat mij maar toe een bepaalde lengte van de video uploaden in één keer, vandaar dus deze video in twee geknipt is. We hebben het experiment 4 gedaan en we gaan nu verder met experimentje nummer 5. Daarvoor mogen jullie pagina 15 erbij nemen in jullie boek. En het experiment uitvoeren. Als ook de waarnemingen noteren op pagina 15. Dit experiment bestaat uit twee stukjes. Deze en dan met de twee verschillende cirkeltjes. Dus doe alle twee de experimentjes en schrijf goed jullie waarnemingen op. Zet de video dus even op pauze, doe het experimentje en kom dan terug. Oké, experimentjes zijn uitgevoerd. En dit is eigenlijk de eerste waarneming die ik heb gemaakt, is als ik het blad doorheen eigenlijk mijn hele gezichtsveld beweeg, is dat ik langs de zijkanten eigenlijk niet heel scherp kan zien, maar enkel vage vormen. En het is pas als iets voor mijn ogen komt te staan, dat ik heel scherp zie. Mijn tweede waarneming bij de cirkeltjes is dat als ik naar het blad naar achteren weer op een bepaalde afstand, het groene cirkeltje weg is. Dus vooral vooraan in ons zicht hebben we een scherp zicht en er is ook blijkbaar een stukje in ons oog waar we niets zien. Het besluit: ons oogje heeft een beperkt gezichtsveld. Aan de rand ervan, dus aan de buitenkanten van het gezichtsveld, zien we eigenlijk vage vormen. Hoe meer naar het midden, hoe centraler in het gezichtsveld, hoe scherper de details en hoe meer kleuren we ook kunnen waarnemen. De plaats op het netvlies waar we het scherpste beeld krijgen, noemen we de gele vlek. Ik heb deze er even bij gehaald. We zien hier een doorsnede van een oog. We zien het licht komt langs links het oog binnen, hier door de pupil. Hier zie je het gaatje door de lens. Die met behulp van spiertjes hier kan accommoderen en verschillende afstanden scherp te stellen. En dan komt dat licht op het netvlies terecht hier. Komt dat beeld terecht op de gele vlek, dan zien we dat beeld heel scherp. Nu, hoe komt dat? Omdat daar heel veel receptoren, denk terug aan de eerste les, receptoren die prikkels hier het licht verwerken, hier zitten er heel veel kort op elkaar, op die gele vlek. Dus hier zien we heel, heel scherp. Hoe meer je gaat naar de buitenkant, hoe minder receptoren we hebben, hoe minder goed dat we vormen en kleuren kunnen zien. Het tweede besluit is dat we ook op een bepaalde plek geen beeld zien en dat noemen we de blinde vlek. Nu, die receptoren die op ons netvlies zitten, die verwerken die informatie en die moeten dat doorsturen naar de hersenen. Dus er moet een weg zijn van het oog naar de hersenen en dat is hier, op de plek waar het net op het netvlies, waar de oogzenuw, dit is de oogzenuw afgesneden wel hier, deze gaat verder naar de hersenen, het oog verlaat. Maar op die plek waar die oogzenuw vertrekt, daar krijg je geen beeld, dus daar hebben we een blinde vlek. Sterk beeld op de gele vlek, veel receptoren. Geen beeld op de blinde vlek, geen receptoren, want hier zit de oogzenuw. Ik heb nog een aantal voorbeeldjes die er ook op wijzen dat ons gezichtsvermogen niet volmaakt is. Eentje daarvan is eigenlijk het feit dat wij als mensen vergrootglas of een microscoop gebruiken. Om dingen eigenlijk te zien die heel klein zijn. Ons oog kan dat niet zo hard vergroten, niet scherp stellen. En daarvoor hebben wij deze voorwerpen ontwikkeld om ons daaraan aan te passen. Een tweede voorbeeldje is schutkleur. We zien hier een kikkertje. Je ziet wel duidelijk het oogje, maar je ziet dat hij zijn huidkleur eigenlijk de kleur heeft van de omgeving. Dat is een aanpassing dat die kikker heeft om eigenlijk niet gezien te worden. En het is in normale omstandigheden, als die kikker beweegt, gaan we eigenlijk heel duidelijk pas die kikker zien. Maar zo kan je eigenlijk, moet je eigenlijk al heel goed gaan kijken om te zien waar hij zit. En dan derde en misschien nog het meest interessante is eigenlijk dat
de informatie die wij via onze ogen binnenkrijgen, dat die wordt verwerkt in onze hersenen. Dus wat onze hersenen daarmee doen, verschilt van persoon tot persoon. En dat noemen we de interpretatie. Dus als ik iets op een bepaalde manier zie, wil dat niet zeggen dat iemand anders hetzelfde beeld op dezelfde manier gaat ervaren. Dus alles is voor interpretatie vatbaar. We zien hier een foto van twee mensen die een auto-ongeluk hebben. En je ziet dat ze ruzie aan het maken zijn. De ene vindt dat de ene nu fout is, de andere omgekeerd. Nu, ik heb hier een kleine samenvatting hier op het einde van deze PowerPoint. Het is misschien interessant om deze goed erbij te nemen, ook voor de toets. Dit is een samenvatting van alle beperkingen van ons gezichtsvermogen. De eerste was het experimentje met de doos. Bij weinig licht in de doos zagen we enkel de vormen. We konden enkel herkennen dat er bloemen waren. Maar pas als we de doos volledig open deden, zagen we ook de verschillende kleuren van de bloemen. Dus ons oog heeft licht nodig om te kunnen zien. Het tweede was de pupil. Dat was het gaatje dat groter en kleiner werd. Groot bij weinig licht, klein bij veel licht. Zodat er altijd ongeveer een constante belichting is in ons oog en dat het ook niet beschadigd kan geraken bij heel fel licht. Daarnaast hebben we ook accommodatie gezien. Vergeet niet, twee C's, twee M'en. En daar zien we dat het oog eigenlijk zich kan aanpassen aan verschillende voorwerpsafstanden. Dus de lens hangt vast aan spiertjes en die spiertjes veranderen de vorm van de lens. Opdat die kan scherpstellen op iets veraf of dichtbij. Denk maar aan de camera en je gsm. Die moet ook scherpgesteld worden op verschillende afstanden. Want in die camera zit ook een lens, net zoals in het oog. Het vierde proefje dat we gedaan hebben, was er eentje over dieptezicht. Daar zagen we dat er eigenlijk op de plek waar je zowel je rechteroog als je linkeroog een gezichtsveld hebben waar het overlapt, hebben we dieptezicht. En dat komt omdat wij binoculair kunnen zien. Bi betekent twee, dus twee ogen. En dan waren er nog twee plekjes op ons netvlies die we eens van dichterbij hebben bekeken. De blinde vlek. Daar hadden we helemaal geen beeld, want dan zagen we bij het experiment dat groene bolletje niet meer. En dat was de plaats op het netvlies waar de informatie vanuit onze ogen naar onze hersenen werd gestuurd via de oogzenuw. En omdat die oogzenuw daar zit, hebben we daar geen receptoren. Dus daar zien we niets. Integendeel, op de gele vlek zijn er heel veel receptoren en zien we heel goed kleuren en vormen en krijgen we een heel scherp beeld. Die gele vlek die bevindt zich centraal in ons gezichtsveld. In elk oog hebben we er eentje. Dus centraal in ons gezichtsveld zien we heel scherp. Hoe meer we gaan naar de buitenkant van het gezichtsschild, hoe vager het beeld wordt. Ziezo, dus ik zou zeggen, hou deze samenvatting kort bij de hand. Ik wens jullie veel succes voor de toets. En als jullie nog iets niet begrepen zouden hebben, mag je gerust een berichtje achterlaten in de reacties onder deze video. Ik zal mijn best doen om hier zo snel mogelijk een antwoord op te bieden. Dan wens ik jullie nog een fijne dag en bedankt voor het luisteren.